أكبر مومات يا رايا يكون متخزن from 5 persona my elders, my brother and 3 sisters كون هم اللي يفضل in the boss ben ik opgegroeid ik ben op mijn 13 gaan kickboksen daarvoor deed ik altijd voetballen mijn oom was een goede vriend van mijn trainer Osama en die heeft me een keertje meegenomen en sindsdien was gewoon liefde op het eerste gezicht ik weet wat mijn kwaliteiten zijn als ik iets zeg dan doe ik het ook dan maakt het ook waar ik denk dat er weinig jongens zijn die zo talentvol zijn als hij maar een jongen met af en toe gebruiksaanwijzingen weet puber in puberteit hè omdat ik, ja, wij als trainers gewoon heel veel talent in deze jongen hebben gezien dus hebben we gezegd van luister deze jongen mag echt niet zijn talent gaan verkloten dus we hebben hem veel moeten sturen maar gelukkig hij is op een leeftijd gekomen dat hij nu zijn eigen pad weet te trekken als je voor iets gaat dan moet je voor 100% voor gaan dus Fusion is toch mijn basis in kickbox geweest, want Fusion heeft mij ontdekt, als ik me herinner, op mijn 16e toen ik in Eindhoven vocht tegen Mekrakon. Toen heb ik na die partij contract gekregen van Fusion en daar ben ik ze dankbaar voor. Nou, je bereidt je wel voor specifiek op zijn eerste tegenstander, Bembo. Dus ga je echt dingen analyseren samen, dan ga je echt een gameplan maken. Zijn stijl, dat ligt mij wel. Het is een kwestie van hoe snel ik hem neerhaal. Hoe sneller, hoe beter. Het is niet anders. En wat ik al eerder in een interview heb gezegd, het is gewoon even zakelijk afknallen. Maar omdat het een toernooi is, moet je ook gewoon niet alleen maar op Bembo focussen. Want stel dat je doorkomt, dan krijg je weer een andere tegenstander. Ik hoop dat het Typhoon wordt. Ik heb al eens van hem gewonnen en dit keer ga ik me gewoon verschut zetten. De eerste keer was punten en heeft hij geluk gehad met een extra ronde. En dit keer ga ik hem echt verschut zetten. Dat betekent dat hij echt hard neergaat. Kijk, los van dat heel veel mensen Mootje ook als favoriet zien, zie ik onszelf als underdog. Puur het feit dat Mootje nog 19 is. Ik ga gewoon voor 200% voor. En als ik zeg dat het mijn toernooi wordt, dan wordt het mijn toernooi. Kunnen ze zo hard trainen als ze willen. Maar ik denk dat ik het meest gebrand ben. En die jongens zijn al oud. Hun tijd is voorbij. Het is nou mijn tijd. Ik denk dag en nacht aan ze. Ik slaap met ze en ik word met ze wakker. En als ik dat doe, dan hebben ze een probleem. Nou, laten we eerst gewoon 27 februari... Kijk hoe dat verloopt, want het wordt geen makkelijke toernooi inderdaad. Over 3 jaar ben ik aan de top en dan beuk ik nog steeds iedereen neer en ongeslagen nog. Ik heb nog een bericht voor alle kickboxliefhebbers in Nederland. Dat gala mag je absoluut niet missen, 27 februari, Eindhoven. Alleen maar knalpartijen, avond voor knockouts. Vechten bekende vechters, bekende namen, mis dit niet, wees erbij.